Hallo mensen, welkom terug in Papers, Please. Het is niet zo heel lang geleden. Het is wel een poosje geleden alweer dat ik een video heb geüpload. Dit komt doordat ik weer ziek ben geweest. Ik ben het alweer ziek. Het is gewoon heel kut. Ik ben nu een beetje beter. Misschien hoor je nog steeds een beetje dat ik verkouden ben, want ik was verkouden. Ik ben nog steeds een beetje stotterig. Maar goed, ik ben nu gewoon weer lekker best wel fit. Vakantie gehad. Dus ik ga nu gewoon weer lekker gamen. En we gaan naar dag 3. Terrorist strike at Greston. Oké, collection agitators suspected. Is niet goed dat terroristen bij ons ding komen. November 25. In 1982. Inspector. Entry for non-citizens is now regulated. All foreigners require a valid entry ticket. Dus elke buitenlander moet een entry ticket hebben. Verify information before stamping passport entry visa and returning all documents to entrance. Oké. Go to Asetka. Missing documents can be correlated by highlighting counter and pertinent entry in rulebook. Dus als ik denk van, hey, jij hebt dit niet, dan kan ik klikken. Via hier. En dan kan ik zeggen, hey, dit, je moet dit hebben bij het rulebook. Oké, pagina 3. Oké, dat had gewoon dat zien. Dit is de krant. Dit is de rulebook. Dus we moeten een paspoort hebben. Iedereen. De documenten moeten goed zijn, dus niet over datum zijn. Over datum, volgens mij zeg je dat niet bij documenten, maar goed. En buitenlanders moeten dus een entry ticket hebben. Ja. Oké, ik ga dit doen. En dan mag de eerste komen naar de checkpoint bij deze landsgrens. Oké, hij komt dus uit de United Federation. Great Rapids. Die staat daar. Ach. Ik ben zo gewend aan mijn sneltoetsen, omdat ik in de playthrough die ik zelf heb gedaan, ben ik al behoorlijk aan het einde. Ik ben ongeveer 3/4 doorheen. Entry ticket. Was dit het? Oké, dan weet ik nu wat een entry ticket is. 2511. Oh, valid on. Dat klopt inderdaad. Mail. Dat zal vast wel kloppen. 984. Dus jij mag naar binnen. Denk ik. Ja, hij was goed. Mooi. Oeh, gelukkig. Hallo mevrouw. Deze foto is anders. Blijkbaar niet. Jij hebt geen entry ticket. Dus dat. Target. Oh, hier is het. Ja, zie je. Dat doen ze altijd. Ik denk dat ze nog niet de issue city. Wat ik dus net testte. Want zij komt van import. Dat je naar regional map moet gaan. Import. Hier. Dat klopt. Maar volgens mij doen ze dat nu nog niet. Omdat je dan wel heel veel zou moeten gaan doen. Ja, ik hou deze toch gewoon open. 2511. Dat klopt, in 1983. Het is nog redelijk vroeg in de ochtend dat ik dit opneem. En mijn muishand doet het niet of zo. Het is net zo van, beetje krampachtig ben ik dit. Krampachtig ben ik dit allemaal aan het doen. I can make you happy, what? I can make you happy anytime. Sorry, ik heb een vrouw. Dus, nee. Ik hoef niet bij de stripclub te komen. Oké, weer import Tsukendo. 2511. 1983. Ik denk dat jij naar binnen mag. Ava, nee. Nee, ik hoef niet iets van jou. Hallo. Foreigners. En hij komt van Ostatska, dus dat klopt. Klopt jouw gezicht.
vast. 53, 84. Glory to Rastotske. Da. Hallo, slanke meneer. Arstotske. I heard about terrorist attack. You're lucky to have job still. Ik heb nu heel veel zin in om te denyen, maar dat mag niet. 25-1. Be safe. Volgens mij gaat de tijd nu ook langzamer dan verderop. Ja, oh wacht, ik wil zeggen, jij hebt een entry ticket nodig. Ja, dat is dus niet de goede datum. Ja. Fuck jou. Jij hoort hier niet. Doe het. Rot op. Geen zin in jou. Oké. Okay. Jou, u wel, meneer. U wel. 2511. Dat klopt in zijn gezicht. Vind ik kloppen. Hem herken ik. Maar... Oké, wat zeg je allemaal? Oké, here we go! Glory to Rastotske, the greatest country. Ik ben het met je eens. Rastotske is gewoon het beste land. Maar je hebt helemaal niks. Rastotske is zo great. Paspoort not required. Right? I come back again. Oh. Ah, hij gaat gewoon weg. Dat kan ook. Maar hij zegt dat hij nog een keer terug gaat komen. Met een paspoort. Dus. Hallo, dikke meneer. Sorry, dat mag je niet zeggen. True Glorian, dat klopt denk ik wel voor Republia. En de data. Kloppen. Oh, bij de einde van de dag. Hopelijk krijg ik nog. Twee mensen. Hallo? Ben jij wel een meneer? Volgens mij ben je een mevrouw. Nee, dat klopt. 2511. Snel. Ja, kan ik nog iemand doen. Wat? Die valid issue. Oh, shit. Oké, dat doen ze dus wel. Yves Dresden komt van Rastotske. Ik vind het helemaal goed. Glory to Rastotske. Da. Wat? Non-magic photo? Nou oké, de dag is om, dus ik ga nu heel goed op hem letten. 25-11. 25-1983. Collegia. West Creston. Dus dat klopt. Oh, wat de... Oké, dat was raar. Dit was heel raar. Als nu de resolutie van de video echt raar wordt, sorry. Ik veranderde per ongeluk de grootte van het scherm. Jouw foto klopte toch? Ja. West Creston, dat heb ik gecheckt. Ik denk dat je naar binnen mag. Oh. Come back at 6 a.m. tomorrow. Ja. De meeste mensen gaan dat denk ik wel doen, ja. Invalidate. Oh. Krijgt dus nu 5 credits slash $5 minder. Maar ik kan nog steeds alles kopen wat niet hoeft. Want ze hebben echt geen honger en ze zijn niet... koud, ze hebben het niet koud. Dus, en nu hou ik zelfs dan zou ik nog $35 overhouden. Dus, ja. Ik snap niet helemaal het probleem hier. Checkpoint expansion postponed. Oftewel, ik moet toch altijd alles zelf blijven doen. Dat is kut. En ik blijf naar mijn schermpje kijken. Want naast mijn camera, dat is de lens. En daar is een schermpje. Alleen,
dat schermpje, daar wil ik niet naar kijken, dus dan zou ik het wegklappen. Als ik het wegklap, dan kan ik niet zien of hij wel doorgaat met opnemen. En ik denk dat ik zo meteen even moet stoppen met opnemen, dan weer moet herstarten. Maar goed. Oké, inspector. Stricter credential requirements have been instituted. Our Stockton citizens must show their ID card. Foreigners must secure and present a valid entry permit. Entry tickets are no longer sufficient. Dus mensen van Ostoska moeten een ID-kaart, dus een paspoort en een ID-kaart. En buitenlanders mogen geen entry ticket, maar een entry permit moeten ze nu hebben. Het gaat nog verder. A new chapter, the detailing document features, has been added to your rulebook. Check all information thoroughly. Deny any applicant with discrepant documents. Refer to the audio transcript to correlate entrance statements. Glory to Arstotzka. Okay. Als het goed is, staan die hier. Ja, dus hoef ik dit niet meer open te hebben. En documents. ID card. Oh nee. Okay, uit mijn hoofd leren. Rond. Met MOA. Een vierkant zonder MOA. Oké. Basic rules. Laat de eerste maar komen. Transit. 14 dagen. Ja, oké, dat klopt. Nee, klopt dit? No correlation. Oké, nu je naam. Het is rond met MOA en een streepje naar boven, dus dat klopt. 6-12. Dat klopt. 15-5. Foto klopte, dacht ik. Ze is vrouwelijk. Ik denk dat zij naar binnen mag. Ik hoop het vooral. Ja. Oeh, gelukkig. Papers, please. Oké, het komt van Arstotzka. Klopt je gezicht? Ja. Oké. Je naam, die klopt echt totaal niet. Het is niet eens dichtbij. Hij heeft multiple names, ja. Kom weer hier met je vinger afdrukken. Oh. Oké, discrepancy cleared. Dan kan het nu weg. Dat is 72 kilo. Is hij 1,73? Ik denk het wel. Orvek Wonor. Ja, volgens mij wel. Dat is ook eigenlijk, om het echt snel te kunnen doen, moet je dus van elk land de steden en zo uit je hoofd leren. Dat is heel veel werk. Hallo mevrouw. Mevrouw, what? I do not know to visit. Do you have a few days, maybe? Ja, maar dat komt omdat je dit niet hebt. Ja. Dat is niet meer geldig, mevrouw. Get the permit. Bullshit! Ja. I paid good money for your ticket. Jammer voor jou. Had je me op moeten letten, dit is tijdens de vergadering is het duidelijk gezegd. Hallo mevrouw. I'm in transit, dat klopt. 14 dagen, dat klopt. De datum klopt. Dat klopt. Jazik. Kasia, dat klopt. De foto klopt, ze is vrouwelijk. Ze is vrouwelijk, ze is een vrouw. Alleen die datum klopt niet. Oh, wacht, kan dat niet? Oh, dat wist ik niet. Sommige mensen zijn zo dom. Echt dom, zeg maar. Oké, visit 6 maanden. Oké, dat klopt. Sarah Hagen, Sarah. Je foto.
die klopt. En Kyo, dat klopt. 17, 11, 19, 82, klik. Dat klopt niet. You can it under using an expired document. Please let me pass. My son is waiting. Ja. Ja hoor, je hebt er toch al hoeveel jaar? 6 jaar? Ja, je hebt er toch al 6 jaar niet meer gezien. Dat kan vast wel nog wel een paar maandjes wachten. Denk ik zomaar hoor. Ik wil even zeggen dat hij die man van gisteren was, maar dat is niet zo. Transit? 2 days, dat is 14 dagen. 22-12, dus dat klopt. 26-11-83. Westcrest, dat komt uit Oberstone. Nikki voor Ingram. Ingram, Nikki voor. Dat klopt. Wat is je gezicht? Ja, oké. Okay. Je bent een man. Ik kijk dat niet naar die seals. Hey, maar klopt het wel. Rond met MOA. En een streepje naar rechtsboven. Alsjeblieft. Nee, wat? Huh? Toch in een van het issuing city. Shit. Oké. Okay. Hallo, mevrouw. Ik zal je niet dik gaan noemen. 1,69. Klopt dat? Mijn hand is echt niet... Het gaat gewoon niet lekker. Ik ben te moe. Orvex Fodor, dat klopt. Irinova Svetlana. Ik denk dat ze nog niet het district gaan doen. En hier staat dat nummer niet op. 13-9. Oh, dat is geboortedatum. Die klopt ook. Oké. Okay. Je kunt binnenkomen, denk ik. Alsjeblieft, laat hem goed zijn. Ja, oké, okay, top. Hey, hoe gaan we hem noemen? Nou, hij heeft pas... Ik zie gewoon nu al dat dit geen goed paspoort is. Dit ziet er echt niet... Deze gozer. Sorry voor dat geluid, want ik zeg ik ben nog een beetje verkouden. Maar deze gozer. Hij probeert het wel. Hij wil gewoon graag naar binnen. Dit maakt me niet uit. Ik ga gewoon even naar zijn paspoort. Kijken. Hij komt uit Cobrastan. Dat is niet eens zo'n land. 1, 2, 3, 4. Oké. Pre-approved. Oké, stem hier. Kan ik zien hoe dat je echt uit moet zitten? Het ziet er uit als Oberstan. Dat is het dus niet. Ja. Nee. Welke zou het moeten zijn, zeg maar? Ik denk het toch. Oberstan. Ik kan alleen niet zien hoe die eruit hoort te zien, dus dat is jammer. Maar, ja, je hebt geen entry permit. Er moet zeker iets gaan gebeuren, want de tijd is om, maar... Oké. Hey, basic rules. Je hebt een paspoort. Ik zeg niet dat het een goed paspoort is, maar je hebt een paspoort. Where's the entry permit? Arstotzka still best country for sure. Ja. Sorry, Georgie. Kobrastan is not a real country. Oké. You know, like passport. I understand. I come back again with better one. Ik denk dat er nog een aanval gaat komen ofzo. Want... Er is iets met deze vrouw. Klopt haar gezicht. Ze ziet er heel depressief uit. Maar goed. Pilsner Alexandra. 56 kilo. En 1,70 meter. 29,6. Oké. Okay. 4 of 1937. Dat klopt niet. Date of birth. Geboortedatum. Oh, jawel.
Dat begrijp je wel. Boom. Oké, dag 4 is afgesloten. Applicants entering after 6 PM are unpaid. Your son is sick and needs medicine. The rent has gone up. Oh, oké. Ik dacht, oh, de dag is om. Dus dan kun je heel lang bij iemand kijken, zodat je het echt goed hebt. Ja, nee, het kan wel. Want één voordeel is dan dat je inderdaad geen fout maakt, dat er geen geld afgaat. Maar iedereen die is dus nadat de bel is gegaan, zeg maar, binnenlaat, die, daar krijg je geen geld voor. Dus dat klopt. Ah, ja, kijk, de vorige keer heb ik geen eten en verwarming betaald. Dus ja, nu zijn ze allemaal koud, hongerig en mijn zoon is zelfs ziek. Maar goed. Ja. Oké. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar ik ga per episode ga ik 2 dagen doen. Dit zijn dus nu 2 dagen geweest, dag 3 en dag 4. Laat me even weten of je dat leuk vindt en of je de lengte van deze video's goed vindt. Laat me dat even weten in de comments. En ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En ik zie jullie allemaal weer in een volgende video, waar ik misschien wat minder ziek ben. Ciao. Ho, wat ben jij? Nou, voordeel. Die gozer kon toch niet schieten. Nu is hij ook dood. Zo makkelijk. De D was kutschroep bij Terrence Attack. De Sen is... Yeah.